Yo mensen, en welkom terug bij een gloednieuwe Card Focus Studio. Vandaag heb ik weer een Card Focus Quickie voor jullie. Het is een heel kort video, want vandaag leer ik jullie een heel kleine move. Kijk, ik heb hier de harten 5 en als ik kopieer, dan ligt deze harten 5 nog steeds bovenop. Laat me dat nog een keer doen. Ik heb hier de harten 5 en als ik kopieer, dan ligt die nog steeds bovenop. Hoe doe ik dat? Laat ik dat nu uitleggen. Oké, dus dit is eigenlijk gewoon nep kopiëren. Het is een heel handige manier om gewoon te doen alsof je de kaart aan het schudden bent, terwijl je dat niet bent aan het doen. Dus, ik liet net al zien, je pakt een kaart, je kopieert en hij ligt nog boven. Het lijkt dus heel erg alsof je kopieert, maar dat doe je niet. Dus hier leg ik uit hoe dat moet. Wat ik eigenlijk doe, en ik zal even deze kaart omdraaien om het te laten zien. Ik kopieer, ik tik dit pakje tegen dit pakje aan en ik leg het weer terug. Dus ik kopieer eigenlijk helemaal niet. Je kan zien, het lijkt super erg. Zelfs met de omgedraaide kaart lijkt het alsof ik kopieer, maar er gebeurt helemaal niks. De kaarten blijven in precies dezelfde volgorde staan. Dus hoe doe je dat? Het eerste wat je doet is met je wijsvinger een swivel cut doen naar deze kant. Op deze manier. Dat pak je vast met je andere hand tussen je duim en wijsvinger. Dus hou het pakje zo vast, met je wijsvinger een swivel cut naar deze kant, pak het vast, tik tegen, met dit pakje tegen dit pakje aan, leg het pakje neer en leg het pakje erop. En dit moet echt in een snelle beweging, dus dat ziet er zo goed uit. Je kan zien dat de kaart gewoon nog steeds de ruiter 10 is. Heel handige manier om je kaarttrucs eigenlijk beter te maken, omdat je zegt, oké, ik zal schudden. En ik zal eventjes kopiëren. En de kaart ligt nog steeds boven. Dat was in ieder geval de video. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Dan kan je zeker abonneren. Het is gratis en ik vind het heel fijn. En vond je de video nou leuk? Kan je ook liken. En laat een comment achter met enige vragen of suggesties. En dan zie ik je weer de volgende keer. Bye.